De afgelopen 2 jaar is de leegstand in het winkelhart van Veenendaal flink gedaald. Begin 2022 stond slechts 14% van de winkels in het centrum leeg. Begin 2020 was dat nog 27%. Een daling van maar liefst 13%. Hoewel er onder andere vanwege de coronapandemie een stijging in leegstand werd verwacht, daalde deze in de Nederlandse binnensteden volgens een onderzoek van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. We zijn de op 1 na sterkste daler qua leegstand in heel Nederland met 13%, net achter Breda. En dan zijn we natuurlijk als gemeentebestuur van Veenendaal samen met onze ondernemers, horeca, cultuur, alle partijen die hier hard aan hebben samengewerkt, heel blij mee. Want welke acties zijn er onder andere ondernomen om dat voor elkaar te krijgen? Heel erg veel om op te noemen, maar het begint met een goede samenwerking tussen al die partijen die ik net noemde en nog veel meer. En daar hebben we bijvoorbeeld mooie evenementen voor georganiseerd, goede spreiding van winkelgebieden, een mooi onderhouden openbare ruimte, goede samenwerking tussen bijvoorbeeld cultuur en winkeliers en horeca, zodat mensen die hier naartoe komen altijd iets leuks te beleven hebben. En zo kan ik nog een hele hoop mooie dingen opnoemen die we samen hebben gedaan voor onze mooie binnenstad. Dus Veenendaal blijft gewoon de winkelstad? Zeker, de winkelstad van de regio. En ik roep ook iedereen om hier naartoe te komen en te genieten van al het moois wat dit prachtige centrum te bieden heeft. Sommige mensen komen op de fiets of met de e-bike. Daar komt ook iets nieuws voor. Ja, wat je hier achter me ziet is dat we hard aan het werk zijn aan onze mooie binnenstad. Iets verderop ligt ons prachtige stadsland, dat is klaar. Hier wordt nog hard gewerkt aan een mooie volgende gedeelte van Brouwersgracht, ons centrum. En wat je ziet is dat heel veel mensen hier naartoe komen om ook op de fiets onze mooie stad te bezoeken. En dat moedigen we natuurlijk van harte aan. Op de fiets, op de e-bike. En om dat goed te kunnen faciliteren, willen we een extra fietsenstalling hier recht achter mij gaan bouwen als gemeente Veenendaal. Zodat mensen daar ook hun fiets kunnen neerzetten. En zo op een goede manier kunnen genieten van ons mooie centrum. Wanneer zou deze fietsenstalling open moeten? In november willen we hem openzetten voor het publiek. Is de fietsenstalling gratis? Zeker, hij wordt helemaal gratis, want we willen dat mensen zich hier welkom voelen. Het is eigenlijk net als je thuis een feest organiseert. Als er wat meer gasten komen, is dat helemaal niet erg. We hebben zelfs liever meer gasten in ons mooie binnenstad. En dan zet je een paar stoelen bij. En zo doen we het hier ook. We zetten wat extra voorzieningen neer voor onze fietsers, zodat ze veilig hun fietsen kunnen neerzetten. En voor de rest kunnen genieten van onze prachtige winkels, onze mooie cultuurvoorzieningen zoals de bibliotheek, de horeca, de terrassen, noem het allemaal op. Iedereen is van harte welkom. Kortom, een hele mooie aanvulling. Zeker, we zijn er blij mee dat we dit voor velen kunnen realiseren.